Voor deze laatste nieuw binnenvlog van het jaar konden ook wij natuurlijk niet achterblijven met het opstellen van een aantal top 5'tjes, waaronder onze favoriete vlogfragmenten uit het afgelopen jaar, de meest verkochte BMW's en zo nog wat trivialiteiten. Daarnaast heb ik echter natuurlijk ook 3 nieuwe BMW's om je te laten zien in de 45e nieuw binnenvlog van 2021. Hier gaan we. En misschien mag ik dan meteen eerst maar even met het goede nieuws beginnen. Want ondanks de nodige coronaperikelen, de ongelofelijke schaarste in het aanbod en de hoeveelheid tijd en energie die is gaan zitten in het voorbereiden van onze aanstaande verhuizing eind komende maand naar het nieuwe pand in Terwolde, hebben we in het afgelopen jaar ook nog weer meer mensen mogen helpen aan een nieuw stukje rijplezier. Een kleine 300 auto's, een groei van zo'n 20% ten opzichte van vorig jaar. En dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. Dus daarvoor mijn hartelijke dank aan alle mensen in ons team, de mensen bij onze toeleveranciers, maar in de eerste plaats natuurlijk bovenal onze klanten. Als je onze voorraad een beetje in de gaten hebt gehouden, kan het je niet zijn ontgaan dat het bestandeel cabrio's in het afgelopen jaar flink is toegenomen. Zodanig zelfs dat ons meest verkochte model in het afgelopen jaar een cabrio is. Bijna 1 op de 10 verkochte auto's in ons bedrijf is van het betreffende model. En dan heb ik het over de Z4 van de E85 generatie, die daarmee de 5-serie Touring F11 van de eerste positie in onze top 5 meest verkochte modellen stoot. Met bouwjaren tussen 2003 en 2007 is het geen wonder dat die Linnekap Z4 ook meteen onze meest verkochte youngtimer van het afgelopen jaar is. De kleur rood kwam het afgelopen jaar maar 3 keer voor, waaronder dit prachtige Merlot rood, net als op de 3 liter rooster die ik je liet zien in onze roodste special van het afgelopen voorjaar. Verderweg de meeste door ons verkochte E85 zijn natuurlijk voorzien van de good old M54 zescilinder. Samen met de overige modellen waar deze onverwoestbare motor in voorkomt, maakt hij daarmee 13% van de door ons verkochte BMW's uit en is zodoende goed voor een derde plaats in de top 5 van meest voorkomende motoren. Een ander BMW-model die we dit jaar niet veel verkocht hebben, maar waar wel diezelfde 3 liter M54 in ligt, is ook gelijk de eerste die ik je wil laten zien in onze favoriete fragmenten top 5. Deze week debuteert de nieuwe James Bond film, No Time to Die. En er is weer een hoop te doen geweest over de auto's waarmee Bond zich in deze nieuwe aflevering verplaatst. We keren een aantal oude bekenden terug, waaronder natuurlijk die DB5 uit de jaren 60. Dus als autoliefhebbers moesten wij er ook wel wat mee. En voor die legendarische DB5 reikt het budget uiteraard niet ver genoeg en bovendien verkopen wij geen Aston Martins, maar een ander merk. Maar ook daar is gelukkig een aanknopingspunt, want in een andere James Bond film waarin die DB5 optreedt, beleeft een inmiddels ook alweer 25 jaar op de markt BMW model zijn filmdebuut. In James Bond's GoldenEye moest Pierce Brosnan zich een beetje behelpen met een halve haan, maar dat zou onze eer te na zijn natuurlijk. Dus wij konden uiteindelijk in Zweden terecht voor een Z3 in de juiste kleur met de juiste motorisering. Oh. Wat een stappen zet die motor. Ongelooflijk. Lekkere, vette, schorre brom. Kleine plofjes uit de uitlaat bij gas los. Ik heb het natuurlijk over de BMW Z3. Die debuteerde in september 1995 in James Bond's GoldenEye in precies deze carrosseriekleur. Atlanta Blauw Metallic. Mazda had in die tijd groot succes met hun 2-zits rooster en BMW ontwikkelde een MX-5 concurrent,
deels gebruikmakend van E36 techniek, maar nog gebaseerd op de gedateerde E30 achterasconstructie. Net als de MX-5 bood BMW de Z3 in eerste instantie aan met 4-cilindermotoren 1,8 en 1,9 liter groot, maar dat viel niet zo lekker bij de fans en de pers. Ook op de afwerking en het materiaalgebruik waren voor een premium merk als BMW wel de nodige kritieken te horen. Dus in 1996 introduceerden ze dus snel nog een 2,8 liter 6-cilinder variant achteraan. En in een aantal faceliftrondes kwamen ze daar ook tegemoet aan de kritiek op het materiaalgebruik in bijvoorbeeld het interieur. Dit exemplaar uit 2001 is er een uit de allerlaatste faceliftronde. Onder andere te herkennen aan die mooie brede spatborden en de typerende L-vormige achterlichtjes. En heel belangrijk, voorzien van de 3 liter topmotorisering, de Maria 54 met 231 pk. En dat is natuurlijk een fantastische aandrijflijn op zo'n compacte en lichte auto. Dit exemplaar met maar 74.000 km gereden kochten wij in Zweden in van de tweede eigenaar en valt naast een bijzonder complete uitvoering en spectaculaire kleurstelling op door de uitermate fraaie conditie. Dat deze auto het grootste gedeelte van zijn leven binnengestaan moet hebben, herken je aan bijvoorbeeld de zwarte kunststofoppervlakken die niet alleen heel mooi egaal van kleur zijn, maar ook nog helemaal mooi mat van structuur, net als bijvoorbeeld de bedieningselementen met de opdrukjes nog helemaal kraakhelder en de rode gedeeltes van het interieur net zo echt van kleur. En over dat rood gesproken, Pierce Brosnan moest het doen met een 4-cilindertje in atlantenblauw metallic met een beige leren interieur. De eerste eigenaar van dit exemplaar koos niet alleen voor een veel betere motorisering, maar ook een wat gewaagdere kleurcombinatie met het tanienrode leren interieur. Heel bijzonder voor een auto als deze, zeker gezien het feit dat die 20 jaar geleden nieuw geleverd werd, is dat op een cabriolet ook de airco geselecteerd is en die komt goed van pas, want bij deze bouwjaren kreeg je bij zo'n 3 liter Z3 de hardop cadeau, die is ook nog bij de auto aanwezig. Net zo zeldzaam en ook heel erg prettig is de automatische bediening van de cabrioletkap, die bij de Z3 gedeeltelijk hydraulisch gaat, maar de vergrendeling doe je met de hand. Grappig detail ter onderbouwing van de kilometerstand en de manier waarop met deze auto is omgesprongen is dat op de vooras de originele Michelin MX-Face met een productiedatum in 2000 nog zijn gemonteerd. Daar zetten we voor aflevering natuurlijk wel even wat anders op. Praktisch alle fabrieksopties zijn op dit exemplaar geselecteerd, waaronder ook het chroomlijn interieurpakket met die mooie chrome handgreepjes en lichtknop binnenin en het chroomlijn exterieurpakket zoals je hier kunt zien rondom de voorruitstijl en aan de portiergrepen. Naast de originele hardtop met de originele opberghoes is ook de hoes present waarmee je het achteruitje in de softtop beschermt als je het dak langdurig geopend laat. Ook present bij deze BMW is het originele bagagerek voor op de kofferdeksel. Of ik hem erop zou zetten, dat weet ik niet. Maar als je hem er nou op zet, moet hij dan zo? Of hoort hij toch zo? De eerste nieuwe binnenkomer die ik je deze week wil laten zien is ook een cabrio. Maar niet rood van buiten, rood van binnen. De carrosseriekleur op deze Z4 is het uitermate veel voorkomende 475 Saphir zwart metallic, die we het afgelopen jaar liefst 88 keer hebben verkocht en daarmee met afstand de meest voorkomende kleur in 2021 was. Hoewel de E89 vorig jaar al onze meest verkochte cabrio was, is het aantal verkochte tweede generatie Z4's met dat harde klapdak dit jaar zodanig toegenomen dat hij zelfs is binnengedrongen in onze top 5 van meest verkochte modellen en daar nu met 20 stuks de vierde plek in neemt. Bijzonder aan dit specifieke exemplaar is de lekker sportieve uitvoering met natuurlijk die opvallende kleurstelling in saphir zwart over koraalrood, het Afrobrickham sportpakket inclusief de mooiste stijl 326 19-inch wielset en de handgeschakelde 6-versnellingsbak die bij ons in dit type BMW niet veel tegenkomt, maar die bij deze configuratie natuurlijk perfect past. Onder de motorkap van deze auto uit 2011 met nog maar 59.000 km gereden vinden we dan een hele grote verrassing. Want waar vorig jaar met 23% van de verkochte BMW's de N55 tweede generatie 6-cilinder turbomotor met afstand de meest verkochte motor was, is die in het afgelopen jaar met een rotgang ingehaald door de N52 de atmosferische 6-cilinder in verschillende cilinderinhouden, die in 2021 in liefst 26% van de door ons verkochte BMW's voorkwam. Een bijzondere BMW die mij het afgelopen jaar heel positief verraste met zijn uitmuntende rij-eigenschappen was wel voorzien van die N55 6-cilinder turbomotor. En die laat ik je graag zien in onze fragmenten top 5 op nummer 4. De X4 M40i. Heeft een aangepaste N55 onder de motorkap. In tegenstelling tot wat de typeaanduiding doet vermoeden, dus geen B58 in de F26, maar een hele speciale versie van de N55, die qua hardware heel erg lijkt op wat er in de M2 zit en ook ongeveer zo moet klinken. Begin deze eeuw ging onder leiding van vormgever Chris Bengel in München
het plan met betrekking tot vormgeving radicaal op de schop. BMW's moesten nog duidelijker visualiseren de dynamiek die ze te bieden hadden, samengevat in het blik. De vormgeving met de bekende holle en bolle vlakken die op elkaar aansloten was daar een van de voortvloeisels van. Een ander idee wat ze hadden was om auto's een persoonlijkheid toe te dichten, een auto een persoonlijkheid te laten uitstralen. En daarbij dachten ze graag buiten bestaande kaders. Een van de concepten waar ze mee kwamen was de kruising tussen een terreinwagen en een coupé, de X6. Geniaal idee natuurlijk, niemand had er ooit eerder aan gedacht. Laat staan zoiets op de markt gebracht, maar het was een instant succes. En het lag natuurlijk bijzonder voor de hand om dat succes ook toe te passen op een kleiner model terreinwagen. De X4, de F26, is gebaseerd op de F25 generatie X3. Waar die tweede generatie X3, die F25, natuurlijk vooral punten scoort met zijn aaibaarheid, zijn makkelijke rijgedrag, moet die X4 natuurlijk iets heel anders uitstralen. Dus het is best te begrijpen waarom BMW ervoor koos om die M40i topuitvoering alleen maar van de X4 op de markt te brengen. Van de X3 is deze versie nooit gebouwd. En dan moet het zo zijn dat wanneer je hier met de vaarerlebnis shelter naast de versnellingspook sportmodus selecteert, dat een klep open gaat in de uitlaat en dan geeft hij bij gas los. Pop, pop, pop. En lekkere plofjes in de uitlaat. Een ander ding wat opvalt als je met deze X4 M40i onderweg bent, is het super strakke stuurgedrag. Dit is een SUV waarin je echt het gevoel hebt met een hoge sportwagen onderweg te zijn in plaats van met een grote terreinbak. Die X4 M40i is een model wat BMW positioneert in het M Performance label. Eigenlijk in het midden tussen een normaal model voorzien van een M Sportpakket en de echte M GmbH modellen. Om die M Performance modellen ook aan de buitenkant herkenbaar te maken, hebben ze allemaal een aantal typerende details. Waaronder de contrasterend gekleurde spiegelkappen, waarvan de kleur ook terugkomt in de lamellen van de nieren en hier in de bril in de voorbumper. Met de optionele LED-koplampen en die typerende M-voorbumper met de grote ventilatieopeningen is de neus al nauwelijks meer herkenbaar als zijnde gebaseerd op de F25 X3. Echt bijzonder wordt het natuurlijk aan de achterzijde met die prachtige coupé-achtig aflopende daklijn en de twee dikke stortkokers vanuit laten die horen bij de M40i uitvoering. Een andere manier om die M-performance modellen nog wat extra te onderscheiden van hun normalere broertjes en zusjes zijn de type aanduidingen die niet in het gebruikelijke chroom zijn uitgevoerd maar in een soort bronsachtige tint, net als bijvoorbeeld de logootjes op de voorschermen. Deze in België nieuw geleverde auto heeft maar één zakelijke eigenaar gekend en die heeft een wel bijna perfecte configuratie samengesteld met het foutloze carbon zwart metallic, natuurlijk de hoogglanszwarte raamlijsten, het getinte glas en heel veel opties, waaronder de head-up display en het schuifkantelbak. In het interieur wordt je er extra aan herinnerd dat je in iets heel bijzonders zit met het mooie X4 M40i logootje wat verschijnt onderin de klokken. En bij de overige uitvoering is ook hier foutloos het juiste woord. Zwart leer, de hoogglanszwarte panelen op het dashboard en natuurlijk langsgeslepen aluminium interieur sierlijsten. Dat dit een hele recente BMW is, zie je niet alleen aan het feit dat het meest uitgebreide luidsprekersysteem natuurlijk Harman Kardon heet, maar ook aan de NBT navigatie in de nieuwste variant met de touchpad op de iDrive controller en de nieuwe indeling van de menustructuur. Een andere verrassing is er dan bij de carrosseriekleurtjes, waar wit in de afgelopen jaren bij ons bijna niet voorkwam, heeft 300, oftewel Alpine Wise 3, zoals hier op deze nieuw binnengekomen 320 Touring M-Sport uit 2016, met 8 verkochte auto's in het afgelopen jaar, net aan de 5e plek van de meest voorkomende kleuren weten te halen. Van die F31 generatie 3-serie zoals deze hier verkochten we er afgelopen jaar maar een handvol. En dat kunnen we niet zeggen van zijn voorganger, de E91. Die nam, net als vorig jaar, samen met de E83 generatie van de X3 een gedeelde 2e en 3e plek in onze top 5 van meest verkochte BMW modellen. Dit exemplaar met net iets meer dan een ton gereden werd nieuw geleverd aan een technische handelsonderneming in Duitsland. En die bestelde een lekker complete uitvoering met naast het M-sportpakket en die mooie wielen fijne opties als de head-up display, het hi-fi luidsprekersysteem en zelfs stuurwielverwarming. Dat deze auto uit december 2016 een facelift is, herken je onder andere natuurlijk aan die prachtige LED-koplampen. De wielen zijn de zeer populaire Stijl 403M als 19-inch breedset. Met 18 stuks verkocht is de N20 eerste generatie 4-cilinder turbomotor de meest verkochte van de 44 4-cilinders uit het afgelopen jaar.
In deze 320 facelift ligt al de verbeterde B48, waarvoor BMW hetzelfde vermogen van 184 pk opgeeft, maar die tijdens het rijden een stukje sterker aanvoelt in het middengebied, volgens de experts een sterkere opbouw heeft en niet onbelangrijk voor ons liefhebbers, ook een stukje prettiger klinkt. Compleet aan de andere kant van het spectrum, zowel vanwege het aantal cilinders als vanwege het verkochte aantal 1, vind je dan waanzinnige wielen die ik je wil laten zien op de derde plek in onze fragmenten top 5. Bloksleuteltjes. Keyless entry uiteraard. Dus dat zit toch even in. De bak in vrij om te kunnen starten. Geeft hem al een klein beetje weg natuurlijk. Ik verkeer in de gelukkige situatie dat ik alle vier de varianten de mijne heb mogen noemen. Ik heb een paar van de sedans bezeten, twee van de tourings, één coupé en dit is mijn tweede met de cabrio carrosserie. De vierzits cabrio carrosserie om precies te zijn, ik weet niet of je het kunt zien, maar hier achter mij zijn nog twee zitjes. En ik heb natuurlijk behoorlijk wat kilometers met dit model in de vingers zitten. Los van het feit dat het een auto is die we in de normale uitvoering vrij regelmatig verkopen, rijd ik privé ook al 1,5 jaar met de coupé versie van deze auto. En altijd als je dan in zo'n M-product stapt, the real thing, is het eerste wat mij opvalt, wat een enorm verschil er is in het stuurgedrag, het gevoel van het onderstel, de turn-in. Je ogen zien aan de buitenkant min of meer hetzelfde als wat je al gewend was, maar de rij-eigenschappen zijn compleet anders. Wanneer je dan op een weggetje komt met wat weer bochten, zoals hier in Port de Bosch, dan zet je hem natuurlijk in de handschakelstand. Die mooie dikke schakelflippers aan het stuurwiel. Nog wat extra te kunnen genieten van dat volslagen krankzinnige uitlaatgeluid. Ik heb het natuurlijk over het meest waanzinnige BMW M-product met de legendarische S85, de V10 onder de motorkap, de M6 Cabriolet. Nu is het buiten natuurlijk al heel erg warm, maar hier onder de motorkap hoor je de fans loeien. Want wat deze V10 doet is ongelooflijk veel benzine omzetten in heel veel hitte, maar bovenal heel veel motorvermogen. 507 pk, ongelooflijke prestaties mogelijk maken. De begrensde topsnelheid van deze auto met het driver's package is 305 km per uur. En zonder begrenzing moet zelfs meer dan 330 km per uur mogelijk zijn. Ruim 300 km per uur in een cabriolet. En wat voor een? Een vierzits cabriolet met alle luxe aan boord. Volledig elektrisch verstelbare stoelen. Een uitgebreid luidsprekersysteem. Head-up display. Dat is zelfs nu nog krankzinnig. Maar moet je je voorstellen dat deze auto inmiddels bijna 15 jaar oud is. Dat was toen echt ongehoord. Begin deze eeuw ontwikkelde BMW een V10 motor voor levering aan de Formule 1. En excusez-le mot, maar wat is er nou geiler dan zo'n motor in een personenauto? In 2004 kwam het zover toen BMW de E60 generatie van de M5 introduceerde met de 5 liter S85 V10. De eerste personenauto met een V10, BMW's eerste V10 en zoals we inmiddels weten helaas ook BMW's laatste V10. Waarmee ze vanaf het jaar van introductie 4 jaar op rij de International Engine of the Year Award wonnen. In het eerste jaar in 3 verschillende categorieën, maar in de jaren daarna ook nog in diverse categorieën een prijswinnende motor. Bij deze BMW M-modellen hebben ze de mistlamp opgeofferd voor een extra grote luchtinlaat die hier door een grote slang door dit grote luchtfilter heen gaat om hier in die grote airbox terecht te komen met 5 individuele gaskleppen voor elke cilinder 1 voor een optimale en gelijkmatige vulling van alle cilinders.
En dat zorgt ervoor dat deze motor, naarmate je steeds harder gaat rijden, een steeds betere luchtvulling krijgt, waardoor die wel steeds harder lijkt te willen gaan hoe harder je ermee rijdt. Zo'n speciale motor wordt natuurlijk ook geproduceerd in een speciale fabriek, in BMW's high-tech fabriek in Landshut om precies te zijn, waar destijds ook de Formule 1 motoren werden gegoten. In Europa werden de V10M modellen uitsluitend geleverd in combinatie met de gerobotiseerde SMG versnellingsbak. Een 7 versnellingsbak met een enkele koppeling die zeker als je er rustig mee rijdt wel enige gewenning behoeft. Maar hoe harder je ermee gaat rijden, hoe beter ook de versnellingsbak functioneert. Naast die mooie dikke schakelflippers aan het stuurwiel verwijzen ook diverse andere details in het interieur naar de bijzonderheid van zo'n M-model. De embossed logootjes hier in de hoofdsteunen, maar bijvoorbeeld ook het driekleurige stiksel aan de binnenkant van het stuurwiel. Precies ditzelfde stuurwiel kon je destijds ook in je 25D krijgen. Ik had er zo een, maar niet met dit driekleurige stiksel hier aan de binnenkant. Saffier zwart metallic, hoogglanzwart raamlijsten, zwart leer op de stoelen en het uitgebreide leerpakket met zwart leer op het dashboard in combinatie met de hoogglanzwart interieur sierlijsten. Zwarter dan dit kon je je M6 destijds niet bestellen. Maar hier draait het natuurlijk allemaal om bij die V10 modellen, de toerenteller, waarvan het rode gebied pas begint voorbij de 8000 toeren bij 8250 toeren. Ongehoord veel natuurlijk voor een 5 liter motor. En dankzij de fraaie softtop constructie, dat allemaal ook nog eens met behoud van een heel behoorlijke kofferruimte, die je met het dak gesloten door het wegklappen van dit deel verder kunt vergroten. In de derde en laatste binnenkomer die ik je deze week kan laten zien, ligt dan weer een fijne 6-cilinder. Met 12% van de door ons verkochte BMW's is de vierde plek in onze motoren top 5 voor de N53, de laatste atmosferische 6 in lijn. Hoewel die 2 jaar ouder is dan de 2011 Z4 met N52 die ik als eerste liet zien, ligt in deze 2009 525i dus al de direct ingespoten motor, een geknepen 3 liter met in dit geval 218 pk. Krachtiger, zuiniger en daarom dus een betere uitstoot. Die N53 heeft beslist een aantal voordelen, maar er is ook een aandachtspunt en dat zijn de injectoren van die directe benzine-injectie. Die laten we daarom, net als bij dit exemplaar, uit voorzorg vervangen, zodat we zeker weten dat dat in elk geval in orde is. Deze origineel Nederlands geleverde auto is dus uitgevoerd in het meest voorkomende 475 Saffier zwart metallic en ruilden wij van de tweede eigenaar in met maar 114.000 km gereden. Dat de vorige eigenaar van deze auto een automatische secure liefhebber was, zie je niet alleen aan de conditie, maar ook aan het feit dat hij ervoor gekozen heeft om de op dit model meest populaire wielset, de stijl 135M, achteraf te monteren. Met onder andere comfortstoelen, professionele navigatie en een fabrieksgeschaafd kanteldak zijn bovendien ook de meest gezochte opties present. Met de N52 op een nieuwe eerste plek, de N55 teruggezakt naar de tweede plek, de Maria 54 nog altijd op een ijzersterke derde plek en die direct ingespoten Nico 53 zescilinder op de vierde plek in onze motoren top 5, zal het je niet verbazen als ik je vertel dat liefst 75% van de door ons verkochte BMW's in het afgelopen jaar voorzien was van een 6 in lijn. Toch is er nog één plekje over in onze motoren top 5 en die is voor een ander motorconcept, namelijk de V8, waarvan 16 stuks N62 en één hele speciale. En die laat ik je heel graag zien in het vierde fragmentje. Super schorre roffen uit de uitlaat. De hele hoge. Het hele hoge piepje van die startmotor. Dus die gaan. Ongelooflijke emotie. Echte M-GmbH motorsport techniek motor. Je hoort het wel. Deze M3 is voorzien van de 7 versnellings dubbelkoppelingsbak, de MDCT. Zoals je net met die koude start hebt kunnen horen, is de uitlaat van deze M3 net niet meer helemaal origineel. Grotendeels wel, met een kleine en heel populaire modificatie, waardoor die net wat lekkerder klinkt. Eigenlijk precies goed. Een poosje geleden had ik ook zo'n E9X M3 met een Eisenman race uitlaat, de luidste Eisenman variant. Ja, horen en zien vergaat je. Dat gaat eigenlijk een beetje ten koste, vind ik, van de engineering kwaliteit van zo'n auto. Maar het geluid in deze M3 is precies goed. En als je dan zo met het verkeer mee peddelt, die 7 versnellingsbak staat alweer in het hoogste verzet, zelfs bij nog geen 60 km per uur, gaat het nog redelijk docil. Hier op mijn
favoriete stuurweggetje richting Radio Assel, net buiten Apeldoorn. Daar komt zo'n auto natuurlijk tot leven. Glooiend, hellend wegdek, mooie lange bochten. Dat is tijd om de versnellingsbak in de handgeschakelde stand te zetten. Met een klein tuimeltoetsje hier net voor de versnellingspook kun je de schakelsnelheden verstellen. Zal ik je zo meteen nog even laten zien. En eigenlijk schakelt hij het lekkerst in de snelste schakelstand. Want dankzij die dubbele koppeling heb je niet, zoals bij de vorige generatie SMG versnellingsbakken, dat die aandrijfkrachten even wegvallen. Gaat vloeiend in elkaar over. Terugschakelen voor de bocht. Prop, lekkere vette stoot tussengas. Echt heel knap hoe zo'n grote en toch relatief zware auto zo ongelooflijk aan die motor hangt. Ook het afremmen op de motor. Heel indrukwekkende connectie met de techniek. Wow. Wat een grip, wat een incasseringsvermogen, zo'n verkantende bocht. Wat rijdt zo'n ding? Ongelooflijk. En dan is er nog de M Dynamic Mode Maximum Attack met een agressievere mapping voor het maximale motorvermogen. Maar die laat ik lekker achterwege hier. Alpine Wise is natuurlijk al vanaf eind jaren 80 de huis, of beter gezegd basiskleur van BMW M GmbH. Het is bovendien op deze generatie M3 ook de introductiekleur, de folderkleur. De auto's op de persfoto's waren uitgevoerd in 300 Alpine Wise. Mooi passend bij die pure motorsportuitstraling van deze M3 is ook dat de originele 18-inch wielen op de auto zijn gebleven, waar de vorige eigenaar na aankoop zo'n lekkere dikke set Michelin Pilot Supersports op heeft laten monteren. En die tonen zo lekker dik omdat op deze generatie M3 de rolomtrek, de bandmaat, eentje groter is als op de overige normale 3-serie varianten. En soms is minder echt beter, want hoewel je zonder meerprijs kon kiezen voor een schuifdak in deze generatie M3, zien wij natuurlijk veel liever dat prachtige carbon dak. Een klein spoilerlipje op de kofferdeksel en een grappige detail in de vorm van dit DVD-ROM hoesje met erop natuurlijk een M3 in het wit. Dat DVD'tje hoort namelijk bij het driver's package, oftewel de op deze auto achteraf gemonteerde verhoogde maximumsnelheid waarmee ruim 300 km per uur mogelijk is. En daarmee zijn we natuurlijk ook aanbeland bij het meesterstuk hier onder de motorkap, de S65, de 4 liter V8, een directe afgeleide van de 5 liter V10 die in de E60 M5 zat, die op zijn beurt weer een doorontwikkeling was van de Formule 1 motor die BMW voor seizoen 2003 ontwikkelde. Een fantastisch stuk echt motorsporttechniek wat niets gemeen heeft met de normalere V8 varianten in bijvoorbeeld een X5 of een 7-serie. Dankzij zijn korte lengte ligt het zwaartepunt van de motor mooi ver naar achteren en dat is iets wat je op de bochtigwegje ziet terugvoelt in de balans. En hier achter het luchtfilterhuis zo groot als een Kia Picanto een enorme airbox om te zorgen dat alle achtercilinders zoveel mogelijk gelijk gevuld worden met lucht. Om die reden ook voorzien van 8 individuele gaskleppen voor elke cilinder 1. Dat past natuurlijk helemaal niet, zo'n enorme airbox, maar dat geeft niet, dan maak je toch gewoon een enorme bult in de motorkap. Ook de spatborden zijn anders, veel breder en zelfs de binnenwielkuipen hebben een andere vorm vanwege die grotere rolomtrek. Hoewel deze generatie M3 natuurlijk losjes op de 3-serie is gebaseerd, zijn er maar heel weinig delen hetzelfde. Ook het interieur van deze M3 is lekker puristisch gehouden, met als enige bijzonderheid het Novilo leer extra glad, extra zacht leer in het zwart en die hele bijzondere in carbonmotief gestanste leren interieursierlijsten. Een ander typerend M-detail voor de auto's uit deze bouwjaren is die uit gedraaid aluminium vervaardigde knop hier van de iDrive. Met erachter het knopje waarmee je de schakelsnelheid van de DCT-bak bepaalt. En natuurlijk de 4 glimmende uitlaatmonden onder de typerende diffuser in de achterbumper. Wat staat blauw BMW is toch geweldig, hè? Als we alle blauwe lakvarianten uit het afgelopen jaar bij elkaar optellen, hebben we er liefst 40 mogen verkopen, waaronder 12 keer dat prachtige Tiefseeblauw metallic. En dat komt natuurlijk door de toename in de verkoop van de E89, de 3-in-1 BMW. Met de ingenieuze kap geopend, een echte roadster en met het harde dak gesloten,
alle voordelen van een normale coupé. En helemaal wanneer zoals hier als 35 IS natuurlijk ook een heel serieuze sportwagen. Waarbij dit topmodel voorzien van de 340 pk 6-cilinder uit de 1M meteen ook het gemis aan een echte M-versie moest doen vergeten. En dat brengt me natuurlijk bij het vijfde en laatste fragment uit onze fragmenten top 5. Mensen die mij kennen of die wat vaker naar onze vlogs kijken. Je weet wel dat ik gek ben op roadsters. Dus ik trap af in deze Z4 Roadster. Heel bijzonder altijd als je bij BMW in die topmodellen stapt. Vanaf het moment dat je de pookbeet pakt, eerst de draai aan het stuur geeft. Voelt gelijk compleet anders dan bij de normale modelletjes. Ondanks dat die Z4 M Roadster met alle verstevigingen toch een kleine of zelfs een ruime 1400 kilo weegt, heb je echt het gevoel dat je met twee stoelen, een stuurtje en een klein beetje elektronica vastgeketend zit aan zo'n enorme bom van zo'n 6-cilinder motor. Een en al techniek, een en al betrokkenheid bij het mechanische gevoel. Passagier aan boord van de auto die je zelf bestuurt bijna. De techniek is nu wat opgewarmd, ik ben een beetje aan hem gewend. Ik ga het schakelen ook wat soepeler. En dan voel je ook hier super slecht wegdek. Ongelooflijke incasseringsvermogen van het onderstel. En ik rijd natuurlijk met de roadster nu, maar behalve mijn camera klappert er niks, rammelt er niks. Ik ben wel heel benieuwd hoe die coupé zo meteen op zo'n wegdek als dit aanvoelt. Zo, rijderswissel bij halte Assel. Ook al net zo'n mooi compleet sleutelbosje bij de coupé trouwens, als bij de roadster. Dat geluidje kennen we inmiddels. Deze is al lekker op temperatuur. Heel benieuwd naar hoe deze nu voelt direct na die roadster gereden. Coupé carrosserie moet meer dan twee keer zo stijf zijn als gevolg waarvan ze de volledige onderstelconfiguratie anders uit konden voeren bij de gesloten variant. Ja, een hele andere auto. Heel apart. Hoe die over het asfalt beweegt. Zoals hoe die versnellingsbak aanvoelt. Als je zo direct naast elkaar rijdt, dan krijg je de indruk dat de turn-in van de coupé wel degelijk beter is. Reageert nog gretiger op richtingsveranderingen. En mijn indruk is nu dat het onderstel eigenlijk juist wat meer incasseert. Minder hoeft te compenseren voor de carrosseriebediening. Voor al dit soort auto's geldt natuurlijk. Hoe langer je ermee rijdt, hoe gekker het wordt. Ik moet eerlijk bekennen. In het begin, als ik in zo'n auto stap, ben ik altijd wel een beetje geïntimideerd. Bijzondere auto's natuurlijk. Kostbare auto's, kostbare techniek. Als je wat stuk maakt, is het heel duur. Als je over dat drempeltje heen bent en je bent er een beetje aan gewend, wil je alleen maar meer. Er is helemaal niets wat je op een forum kunt lezen of in een tijdschrift kunt lezen wat je kan voorbereiden op de werkelijke rijervaring van zo'n auto als dit. Echt spectaculair. Die Z4 M modellen die kwamen natuurlijk ook eigenlijk pas op de markt toen de E46 M3 al uitgefaseerd werd.
Dus bij de ontwikkeling van deze auto hebben ze een greep gedaan uit de beste onderdelen die ze in het magazijn konden vinden. Die motor natuurlijk, maar ook het verbeterde stuurhuis, verbeterde voorremmen. Een hele bijzondere techniek. Zomaar achter je bureau vandaan in zo'n auto als deze stappen en er dan mee rondrijden voelt een beetje alsof je op een willekeurige verjaardag op een onverwacht ogenblik je jeugdheld ontmoet. En dan niet één, maar twee tegelijk. De Roadster is van maart 2007 en de stempels in het onderhoudsboekje doen vermoeden dat hij in Duitsland tot 2011 maar één eigenaar heeft gekend, waarna die in Nederland is geïmporteerd en sindsdien ook maar één eigenaar in Nederland heeft gekend. Ik heb de teller net over de 84.000 kilometer gezet en ook bij deze auto zie je de hoogglanzwarte spiegelvoetjes vanwege de gekozen individual uitvoering, in dit geval met de nachtblauw metallic lak en het walknapperleren interieur in de kleur walnoes. De coupé is van september 2007 en hebben we ingekocht in Barcelona in Spanje van de eerste eigenaar die de auto de eerste 3 jaar zakelijk geregistreerd en daarna privé bereed. Gedurende al die jaren bracht hij de auto super trouw en heel punctueel terug bij de leverende BMW dealer met een heel aantal stempeltjes in het origineel onderhoudsboekje als bewijs. Zoals een Italiaans een donkerblauwe maatpak over zijn lichtbruine Santonis draagt is de Roadster, maar de kleurcombinatie op de coupé is zo mogelijk nog spectaculairder met Interlagos blauw metallic over een Sepang light leren interieur. In beide auto's natuurlijk de prijswinnende S54, de laatste echte M-GmbH 6-cilinder met die gigantische airbox, 6 individuele gaskleppenhuizen en 343 pk output. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van deze 45ste en laatste nieuw binnenvlog van 2021. Ook voor de eerste week van het nieuwe jaar hebben we alweer een aantal bijzondere BMW's in voorbereiding. Als je nu al wilt weten welke dat kunnen zijn, neem dan eens een kijkje op autovaneerde.nl/verwacht. Vind je het leuk om nog wat na te lezen over de verschillende statistiekjes waar ik je van verteld heb? Die staan nu in een nieuwsbericht op onze homepage. En dan rest mij nu niets anders als je te danken voor het kijken en je bovenal een fantastisch nieuwjaar te wensen.